Nou, de meiden zijn aan het wijn gegaan. Zo'n leuk restaurantje. Kijk dit. Ze hebben gewoon uitzicht op het fucking Louvre. Ik vind het gewoon niet normaal dat eten hier allemaal. Wow. Ja, meiden, ik kan gewoon huilen. Ja. Super, super. Zo, hou op, wacht. Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. In deze weekvlog ga ik naar Parijs. Ik ga morgen naar Parijs. Vandaag wordt een dag van scriptie afronden, inpakken, video filmen. De hele shebang. Ja. Wordt heavy. Maar gaat goed komen. I got this. Wil je nog sporten? Dus ja. Nee, het gaat helemaal goed komen. Echt bizar veel zin in. Gewoon, ach, kijk er zo'n tijd naar uit. We hebben echt een ziek leuk Airbnb. We gaan weer met de Thalys. Dus helemaal chill. Het is ook echt vet warm daar. Het is gewoon 25 tot 30 graden. Heel ziek. Maar goed, ja, vandaag wordt even een dagje knallen en dan hebben we een welverdiende vakantie. Oké, ik heb net even wat geluncht en ik ga nu een naked video opnemen voor het inpakken van mijn koffer voor Parijs. Helemaal leuk. En ja, scriptie gaat ook hartstikke goed. Laatste puntje op de i een beetje zetten. En dan is het morgen zover, dus ik moet echt vandaag mijn koffer inpakken. Teennagels lakken, nagels veilen, al dat soort dingen. Lekker douchen, haar wassen, zelfbruinen opdoen. Dan is je bang. Getting ready. Nina en Anna waren hier gezellig. Even koffietje doen. En mijn gedag zeggen en veel plezier wensen voor Paris. Oui, oui, oui. Ik ben net even naar de Kruidvat geweest. Ik heb even wat goodies gehaald. Droge shampoo, ORS tegen de kater. Echt een wonderspul. Even lekker prinskoekjes. En oh. De kamer zegt een tieve zooi. Oh my god. Moeten we verder filmen. We hebben net even wat restjes van risotto gegeten. Want mijn moeder is naar het spa. En ik heb video's gefilmd. Ik heb... Ik denk bij de Kruidvat gehad. Ik zal jullie even laten zien wat. En ik heb vet leuke nieuwe schoenen binnen. Nike Air Force One. Van JD. Zo fucking leuk. En ja, ik zal even een linkje in de beschrijving zetten als je ze ook wil shoppen. Dit heb ik gehaald bij Kruidvat. Nieuw droge shampoo had ik nodig. ORS tegen de kater. Paracetamol, altijd handig. Prince Cake and Choke. Hier zit mijn schoen in. Nike sokken erbij. Helemaal chill. En dit zijn mijn nieuwe baby's. How freaking cute. Oh my god, I love them. Beetje beige wit met rode details. Ik vind het echt geweldig. Ik hou niet gewoon van die standaard witte die zeg maar iedereen heeft. Dus ik vond dit echt helemaal amaze. Ik heb ze vandaag al aangehad met mijn witte Nike sokken. Helemaal happy. En ik moet dus nog alle spullen inpakken. Ik ben er zo last minute in. Ik heb er zo geen zin in. Ik ben ook echt kapot, helemaal geen puf. Boe, boe, boe. Heel even nog in mijn bed liggen, chillen en daarna inpakken. Oké, ik ben druk bezig met alles inpakken en zo. What a drama. Ik vind het zo kut. Ik weet gewoon nooit wat ik mee moet nemen. Maar goed, gaat goed komen. Ik heb dus die koffer en dan nog deze tas. Dus ja, we will see. Alright, ik heb zo goed als... alles ingepakt volgens mij. Ik heb lekker zelfbruin er overal gesmeerd. It's love it. Stan komt er nu gezellig aan. Die heeft gewerkt. We gaan vanavond weer lekker samen slapen. En dan morgen gaan we naar Parijs. Can't wait. Goedemorgen allemaal. We zijn op Schiphol. We got everything. We gaan even een koffietje halen. En dan gaan we trainen. Nou echt ideaal. Guys, we made it. Wat een drama. Echt, wij stonden weer bij die kut Starbucks. Echt, we hadden nog 3 minuten om die trein te halen. Nou, rennen.
ik zweem helemaal kapot. Nou, we moesten ook nog eens heel die trein doorlopen. Nou, echt al die wagons weer. En hij met die mega crover, sorry. Oh, maar we zitten. Ook echt lullig. Ik vond hem ook gewoon echt. Gewoon mensen altijd pitten en zo. Ja. En wij kwamen met die koffer gewoon weer buiten. Ja. Maar we zijn er. Kijk, mooi. Oh, mijn dakje. Kijk. Ja, leuk. Oh, mooi dit hoesje. Wat heel leuk. Leuk. Maar in ieder geval, we hebben koffie, dat is belangrijk. Oké, maar naast al het zeiken, dit is echt zo relaxed. Want we konden dus ook zeg maar 4 minuten van tevoren bij die trein aankomen. En instappen. Dus ja, echt dat gezeik nu op Schiphol, mij niet bellen. En je zit hier nu gewoon de aankomende 3 uur helemaal chill, helemaal te relaxen met je koffie. Inderdaad. Kunnen nog wat eten halen. We zagen buiten alle rijen al staan. Voor de mensen die met het vliegtuig moesten al. Echt niet te doen. Dus ik ben zo blij dat we gewoon lekker hiermee zijn. Je hebt hier ook gewoon wifi en zo. Kan lekker naar buiten kijken. Helemaal chill, het is echt helemaal top. Wat een leegje. We zijn er bijna. Ik zat dus net even op te zoeken, maar als je dus met het Alice gaat... Het is in ieder geval beter. Het is beter. Het is wacht, ik weet hoe ik het uitleg. Dit is 20 keer zoveel beter als dat je met de auto gaat. Ja. En 30 keer zoveel beter als dat je met het vliegtuig gaat. Ja, ik denk dat dat makkelijker is. Ja. Voor mij. Dat is het. En mijn wenkbrauwen zijn echt tering naar gaan te korsten. Maar ja, we zijn bijna in Parijs, zo. Fuck it. Dus we hebben echt een moment van geluk. We lopen onze straat in. En je ziet daar op de achtergrond gewoon de Eiffeltoren. Nou, dit is toch helemaal goals. Even serieus. Ik vind het echt te leuk. Nou, we lopen nu naar ons appartement. Daar zetten we even onze koffers af en zo. En dan gaan we lekker lunchen. We zijn aangekomen in ons appartementencomplex. Kijk hoe fucking mooi dit is. Even serieus. Is dit nou een soort binnenplaats? Dit is zo mooi. Dit is ons binnenpleintje. Hey, maar waar is nummer 12? Dat is hierboven ergens dus. Ik hoop dat hij... Ja, aan de weg. Aan de weg zit hij. Jongens, ik weet niet hoe we dit hebben gefixt. Dit hotel? Dit hotel. Ja, het is het appartementencomplex. En we zitten in een leuke... Ruik je al de pis? Ik zei het, hè? Ja. Hey, een juicebar. Nou, als we het gezond willen doen in de ochtend. We hebben het goed geregeld. Nou, dat appartement is niet normaal. Echt, holy fuck. Nou, we zijn nog niet eens geweest, maar ik weet niet of het geweldig is. Alleen wat binnenplein. Ja, en we zitten gewoon op een toplocatie. Het is echt bizar. En het is lekker weer. Het wordt gewoon echt 37 graden vrijdag. Ik weet niet hoe we dat gaan overleven. 37? Maar... 32, ja. Toch? Nee, 37. Hoe cute de straat al. Ik vind het zo leuk. Maar we gaan even lunchen, want rond 4 uur is de kamer beschikbaar. Dus we gaan even lekker een hapje eten, want we sterven van honger. En even een beetje de buurt verkennen. Nou, de meiden zijn aan het wijgen gegaan. Cheers! Op een geweldige trip. Geen ontbijt, maar wel een glas wijn. Let's go. Oh, hij is hier. Oh my god. Hij is hier. Deze rosé is bizar. Wij denken ook even een beetje motter om ons broodje te doen. En het is van die hele heftige motter. Wij schieten helemaal dank uit. Zo, wij hebben ons eten. Nou, wat is dit weer geweldig. Oké, we zitten echt tering vol. Maar we zagen die desserts voorbij komen en dachten nee, we can't skip. One, two. Oeh. Oh, wat goed. Ah, hou op. Walking down the street, pretty. Ja. Kijk wat een view, zo mooi. Jezus. Geniet eens. Nou, we zijn bij het appartement. Het is echt wel ziek mooi. Die gang is gewoon al mooi. En check hoe ziek appartement wij hebben. Het is echt bizar. Hier heb je een lekker wc'tje. Heb je hier de badkamer. Oh, wat chill. Lekker een regendouche.
Dan heb je hier een schuifdeur. Heb je een bed, bank, woonkamertje, appartement, bedoel, eettafel, keukentje. Oh yes, ze hebben koffie. Love my life. En we zitten zo leuk aan de straat. Echt heerlijk. Ja. Kijk dan, hoe leuk. Daar zie je het topje van de Eiffeltoren. Helemaal leuk dit. Wat een geweldige kamer. Nou, we hebben dat hok alweer geëigend. Godverdomme. We gaan even boodschapjes doen, want hier om de hoek zit een supermarkt. Een Aldi, huts. Dus, in Nederland gaat ze naar de Aldi. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Dus ja, we gaan even boodschapjes halen en dan gaan we daarna denk klaarmaken en dan lekker uit eten. Nou, de meiden hebben even boodschappen gehaald. Godverdomme. Ik heb mijn vingers knellen af. Maar even heel veel drinken, even water, sapjes, ijsjes, chippies en koffie. En koffie, ja. Maar wel chill, want het zit echt om de hoek. Dus dat is echt. Je hebt ook handen niet pijn? Jawel. Nou jongens, wij zijn even op onze. We hebben geen opklopper. Dus we doen het gewoon zo. Ja, ik zie hem erin staan. Ik denk, waarom niet? Even kijken hoe het werkt. Het rijdt toch gewoon rond? Ja. Ja. Ja, dit slaat. Dit werkt weer niet. Nou, schenk hem in. Jongens. Het werkt niet. Het werkt niet. Maar ja, het is in ieder geval wel warm. En een beetje een schuimlaagje. Yo, en we zijn in Parijs, dus wie geeft een fuck? Kijk dit. Ja, lekker! Koffie! Kop koffie! Op die lader onder, die plank. Nou, we hebben ons even opgemaakt en klaargemaakt. Ja, die Black Opium. Ik heb leuke oorbelletjes in. Ik heb deze jurk aan. Super cute. Met deze hakjes. En dan doe ik een beige tas. Zo heb ik een fucking leuk groen jurkje aan. Lekker cowboy boots. En Bootje heb een zo leuk jurkje. Draai eens om. Oeh, een mooie hakken. Zo, doe maar. We ready. We hebben lekker op de steppen gereden. Meiden. Dat is echt fucking. Ik vind het zo leuk. Ik heb... En we hebben nu bij Amoret gereserveerd. Super cute tentje. Zit daar. Dus dan gaan we nu lekker eten. Oh, we hebben ons voorgerechtjes. We hebben een burrata. Oh, en fried squid. En we zitten bij zo'n leuk restaurantje. Yeah. Echt love it. Oké, we hebben het eten. Oké, we hebben smoked salmon met blini weenie. Blini weenie. Broodje. En spicy tuna tartar. En carpaccio van scallops. Dat zijn nou... Coquilles. Oh ja, coquilles. Oh, ik wat... Ik heb coquilles nog nooit zo gezien. Nee, heerlijk. Nee, ik ook niet. Echt heerlijk. Nou, we zijn terug in het appartement. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. Zie er niet uit. We waren bijna in de tas. We waren vandaag bijna dood. Op die kutsteps. Vooral nou, Bo vandaag. Bo wil gewoon dood volgens mij. Zij gooit zich gewoon vol voor het drukste kruidpunt in heel Parijs. Maar hè. Jongens, ik zat Bij mij ging het goed, bij jullie ging het mis. Dus met andere woorden, ik wil aan jullie draaien. Auw! Godverdomme, de derde keer. Oké, wij gaan lekker slapen. Heel gevaarlijk, helemaal ijzeren dingen en zo. Nee, heel gevaarlijk. Heel ver. Adios, tot morgen. Goedemorgen, zonder zorgen. Another day in Paris. We worden lekker wakker hier aan deze geweldige straat. Heerlijk in bed. We hebben dus gereserveerd bij Big Love. Een soort ja, brunch tentje. Dus daar gaan we zo lekker brunchen. Maar ga eerst een koffietje halen. Ja, maar zo. Zo trek ik koffie. Ik heb dit leuke jurkje aan. Met... Laten we even in de spiegel. Kan jij het filmen? Ja. Achter. Wacht, wacht. Hoe klap ik dit weer? Ja, zo. Ja. Woe, la la. Maker, mega tegenlicht, maar... Oh. En we zijn dus helemaal in stilo met elkaar. Ja. Want Bo heeft wit met blauw.
Jij het ook. En ik ben wit, maar dat maakt niet uit. Maar we zijn echt één kleur. We zijn K3 vandaag. Ja. Ja. Leuk. Fucking zin in, dames. Ik ook. We zitten echt bij een super schattig tentje. Kijk. En we gaan nu lekker... Even, we gaan lekker ontbijten hier. We hebben al lekker baguette. We hebben lekker koffie en nog eitjes besteld en zo. Helemaal yearly. Nou jongens, wij zijn zo stom bezig. Wij gaan net een heel... Kijk hoe mooi ons gebouw eigenlijk is. Zo. Heel ontbijt daarachter zitten werken. Op eieren, brood. Helemaal de tijd. En opeens... Bo zegt, jongens, het is 12 uur. We moeten over half uur bij onze brunch zijn. Ja. En dan gaan we fucking En dat is goed. Echt zo'n menukaart. Ja, zo'n menukaart met brunch. Ja. Nou. En nu zijn we op zoek naar steps. We hebben helemaal haast. Nee, door. Fuck my life. Kut. Dit is helemaal weer. Ik krijg zo paniek. Ja, dit is zo. Hé, hey, kijk, wij hebben eigenlijk veel mooier ramen als die daarboven. Oh ja. Die van ons. Gast, wij hebben een dakterras. Hou op. Ja? Of is dat voor wij appartementen? Even gaan ja. Of misschien dat zijn op balkonnetjes. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we er al voorbij zijn. Ik vind het kut. Maar er stonden er ook geen stepjes. Nee. Nou, we zijn op zoek naar de step. Wat een gelul is dit. Hier, daar, of niet? Oh nee. Gewoon. Nou, we zijn met brunch. En we hebben echt. Nou, dit eten. Nou, ik vind het gewoon niet normaal dat eten hier allemaal. Lekker, hè? We hebben hier een soort bruschetta met artisjok. Hier een tomatentartatin. Hier halloumi met aardappel. En hier een ricotta van geitenkaas. Nou, het is allemaal ongelooflijk. Niet normaal. Kan je zien hoeveel we in totaal hebben? Ja. Hier, maar in totaal. Ik weet niet of het goed is. Nou, dames. Ja. Wello. Nou, dames en heren, bedoel ik natuurlijk. Dames wij lopen nu in de Louvre. En het is niet normaal. Zo mooi. Ik heb echt een schermpje, maar. Ja. Kijk dan. Het is echt ziek. Niet normaal. Heet. En het is fucking bloedheet. Maar het is best. We gaan nu even een terrasje pakken. En even lekker mensen kijken, want daar houden wij van. Maar achter, gewoon hier, even daar. Een beetje daar. Joe. Nou, we zitten hoor. Wat een top tent. Kijk dit. We hebben gewoon uitzicht op het fucking Louvre. Het heet Café Le Café Marly. En ja, voor ons zat het helemaal vol met reserveren, maar je kon dus in de middag makkelijk gewoon even een drankje doen. Dat is echt hartstikke leuk. Ja. De avond moet echt zwaar van tevoren reserveren. Maar het is top, lekker in de schaduw. Het is namelijk echt... Het is super warm. Het is echt niet te weten. Maar het is wel echt helemaal chill dit. Oh, ik heb helemaal niet geplopt. Dit wel. Is onze... Dry Martini. Dry Martini. Maar jongens, we missen iets. We missen de olij. En wat missen we? Ja. Kijk dan. Laten we weten wat we missen. Is het optie A? Een limoen. Is het optie B? Munt. De munt? De munt? Of is het optie C? Olij. Laten we even kijken. Wat is jouw mening? Ik zou dit er absoluut uitknippen. Nee, absoluut niet. We zitten hier wel echt in mogelijkheid. F-Siri. F-Siri Pretty. Siri de Piri. Stemmy Malo. Alright, we zijn even terug in het hotel. En ze gaan even lekker chillen. En we hebben Starbucks besteld. Want lekker koffietje. Cinnamon roll. Cinnamon roll roll. Hij komt er bijna aan. Hij is echt... Wat doet hij er lang over? Nou, in ieder geval is er bijna. En vanavond gaan we bij Coco eten. Echt een fucking leuk restaurant. Oh ja, Bo, ik zal het nog even aan je laten zien. En mijn wenkbrauwen zijn zo ziek erg aan het korsten. Echt. Oh, het ziet er niet uit. Kijk dan. Ik voel me zo een weirdo. Het is voor een goed doel. Maar het is voor een goed doel. Got it. Kijk hoe dat fucking Starbucks zijn. Kijk, hè. En het is een stam. Heel leuk. Ja. Oké, okay, we hebben dus een nieuw soort drankje. Oh, hè? Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht even dat ik een koffietje had. Ja, het is ook een koffie. Het is een cold salted caramel cold brew with foam. Hou op, is dat wel, hè? Ja, hetzelfde. Oh.
Hé, wat een salted caramel cream cold brew. Waarom hebben ze hier allemaal in karton? Ze hebben geen plastic meer. Oh, je gaat niet zeggen dat het cream zacht wordt. Jawel, ik knuk met die. Ja. Nou, heerlijk. Heerlijk! Ik krijg hem gewoon niet open. Oh, is het lekker? Ja, het wel. Is het water? Lekker zoet? Nee, ik had wel mee. Wel heel lekker. Maar wel niet zoals die van net? Nee, wel. Hij is helemaal niet zo heel zoet. Nee, dat zeg ik. Oh, maar wel lekker. Hij is wel lekker. Misschien moeten we even roeren hoor. Ik heb meer het idee dat die salted caramel in die, film zit. Ja. Ja. Dan heeft Bo een brownie. Ja, salted caramel. Echt? En ik heb een cinnamon. Ik dacht dat je dit had gedaan. Ik dacht dat het gewoon van zo'n gekkie van de gorilla kwam. Oh nee. Gekkie van de gorilla. En ik heb een cinnamon rol. Ja, dat is niet normaal. En dan ligt het, en dan wil ik niks, hè. Dan ligt het voor je. Nou. Kut. Eén hap? Nee. Wow. Mmm. Zo lekker. Heel lekker. Ik zie dat echt uit op het nest. Niet het? Wow. Eén hap. Wil je het ziet er goed uit. Oh my god. Ja. Nee. Of vind je het lekker, man? Wacht, ik ga even roeren. Die is niet normaal. Die cinnamon roll, hè? Die is niet normaal. Helemaal bad. Later dat je vriend zegt, zullen we een shirtje doen? En jij zegt natuurlijk. Ja. Echt. Cinnamon roll is echt. Als ik ook zit te denken, wat de fuck ik vandaag heb gedronken. Oh, drie cocktails. Ja. En dan gewoon water. Eén hoop, dat is goed. Ja, ik hou van cinnamon. Ze zijn hier al vooruit gelopen op de trends met karton. En sustainable. Oh my god. Koffie is lekker. Ja, ik vind hem ook echt top. Haal wel echt een roertje. Ja, hè? Maar het meestal met die siroopjes en zo. Zo. Dit is niet normaal. Oh my god, nu is die goed. Ja, ik word niet gek. Dit is gewoon precies wat je wil als je Starbucks bestelt. Ja, echt heel lekker. Maar die cinnamon is echt... Knallen vanavond. Ik vind het zo chill dat je hier gewoon lekker kan bestellen. Dit is gewoon de knaller van Parijs. Ja. Hey, overal van die luxe bakeries en wij bestellen bij de fucking Starbucks. Ja. Ja, ik best. Heerlijk. Die is echt normaal. Niet zo. Nee. Wij proef je nog de kanten. Maar je proeft niet echt die salted caramel. Nee. Nee. Dat valt heel erg mee. Gewoon een beetje een caramel. Ja, dat, eigenlijk heb je dat zo, je hebt sowieso een soort karamel, ook bij die jullie net hadden besteld. Je hebt een echte ijskoffie, dat is niet echt. Gewoon koffie met ijs. Nou, dat is... Ik vond die van net wel echt gewoon koffie met ijs. Ja, dat bedoel ik. Ze. Dat, maar dat vind ik dan net niks. Moi. Dat is net zeg maar, echt een warme koffie smaakt zo anders. Ja. Je moet maar gewoon... dat is echt. Maar dan heb ik ook met die ijskoffie van die gewoon in de supermarkt. Die van oude echtpers vind ik echt... Ja, ja. Vind ik wel lekker hoor. En van de Starbucks is dan gelijk zeg maar een lekker jeutje zit er. 500 calorieën meer, maar wel. Deze maar 63 calorieën. Ja. Nee, dat kan niet. Tot het, Nee, nou, weet jij wat je volgende koffiebestelling is? Kruid. Nou, kan dat wel? Nou, maar dat compenseert wel lekker. Oh. Nou, ik heb een nieuwe dieet gevonden. Ja, wow. Dit kan je ook thuis heel lekker maken in zo'n pak, weet je. Net zoals croissant pak. Ja. Dan heb je zo'n cinnamon roll. Van dadelrol. Ja. Oh. Hier, hij is de nieuwe summer favorites. Hier, 39,63,88. Dat is Starbucks. Had ik nooit gedaan. Slikje van dicht. Gewoon. Ja. Whipped cream. Ja. Nou, dat zouden ze gewoon nog niet. Nobody cares. Mm. Zo gelukkig. Ja, blij. Ja. Oh, heerlijk. Jullie. Nou, wij zijn lekker aan het vliegen. Ik heb dus Bo opgemaakt. En het is helemaal pretty. Kijk de meid. Hoe mooi. Gast, je moet even een flikkie foto gaan maken. En kijk, ze hebben een superleuk jurkje aan. Wel met zilveren schoentjes. Ja, ja, ook heel leuk. En turn, make the turn. Mooie open rug. Achtergrond aan de stress. Ja. Zo ben je bezig met de make-up.
Oké, jongens, ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Moet ik even? Oké. Oké. Anna kan met deze mokers doen. Deze hakken lopen lekker. Ja? Hoe chill is dat? Oké, dit is de outfit. Ik heb deze hak. Ja, eigenlijk is alles van Naked. Heel de ding. Pakken van Naked, blazer van Naked, jurkje van Naked, tas van Naked. Dit is echt een mokerare hoek, maar ik doe echt mijn best. Nou, ik vind het helemaal goed. Jullie zien het wel. En we gaan eten bij Coco. Hoi. Oh. Oh, die kut komt door. Oké, zal ik even kijken waar het zit? Ja. Hoe doe je inzoeken? Oké, jongens, het was echt een drama. Maar we hebben het gehaald, in ieder geval ik wel. Het was helemaal gedoe met die steps. En mijn step was leeg, moest je weer helemaal ergens heen lopen, parkeren. En waar mijn step kon parkeren, kon je dus weer niet Sophie en Boder fiets parkeren. Dus nu ben ik alleen naar het restaurant gaan, want ik kreeg dus een boete als je... Je zou dus een boete krijgen als je niet op tijd kwam, want het is echt best wel een duur chic restaurant. Helaas was er geen plekje meer buiten, dus ik zit nu binnen. En ik heb even lekker een fles rosé besteld, want ja, why not? Super lekker. Oh, we hebben het eten. We hebben een burrata, roasted beef en ceviche. Zo lekker, wauw. Oké, ik ga het even proeven voor jullie. Een soort roast beef. Roasted beef. Mmm. Ik wil wel lekker met een broodje. En dan die spicy butter. Zeebaar. Ja, dat is niet normaal. Het is avocado. Dat maakt hem echt fucking lekker. Gosh. In die saus, dat is dat zuur waar dat in gaat. Ja, echt heerlijk. Oh. We hebben smaak en saus. We hebben dus burrata. Burrata is echt het eten van, het, van de trip. Ja, dat is wel echt. Natuurlijk. Ja, oh, zo lekker. Ah. Ik vind het gewoon niet normaal. Ik heb denk ik nog nooit zo lekker gegeten als deze dag in Parijs. Helemaal joy. Ik vind het ongekend. Maar ook gewoon hit na hit. Niet één niet eten. Nog niks. Of wij gaan gewoon echt naar bizar goede tenten. Nou ja, we kiezen het ook. We lopen niet zomaar ergens tegen. Dat is nee. Ook, ik ben helemaal happy. Maar tegelijkertijd is het zelf niet teleur. Aanrader. Hoe leuk is dit? Dit is echt heel cute. I'm gonna make it.
Dankjewel. Oh. Jongens, wat een drama was dit nou weer. Ik heb niet. Ja, Sophie ging niet. Ik was zo zielig voor je man. Ik denk, nou, ik ga wel gewoon. Ja, en wij hebben het gerokt. En nu heb ik heel veel wijn nodig. Ik was zo poesie, ik durfde niet. En nu heb ik spijt, maar Saar komt voor me over. Gotcha, girl. Ja, ik ga. Ik heb zo'n moker ingezet. Nee. Dit ga ik niet in doen. Jawel. Saar, dit moet. Saar is even taking care of business, ja. As usual. The model life brought us here. Ik heb het zo leuk. Oh. Zullen we even die man zijn nummertje laten doen? Put your hands in the air. Ik ga even een emotie doen. Hij loopt wel. Ja, hij loopt wel. Ja, wij gaan even doorpakken. Oh, hij is super mooi. Cheers. Nou, we wilden de lichtshow zien van Eiffeltoren. We hebben gerend voor ons leven. We hebben gerend, jullie hebben. Ja. Ik ben er gewoon achteraan gestopt. Ja. Maar we toasten. Ja, godverdomme. Nee. Hou op met mij. Op die broek. Op een witte broek. Nee. Nou, proost. Cheerio, man. Cheerio. Wij willen die show zien. Nou, godverdomme. Kijk dan. Rennen op zulke palen. Hij is ook helemaal niet lekker. Nee, proef je? Oh. Hij is helemaal melken. Er zit gewoon melk erin. Ja, en een heel klein beetje kokos. Ja. What the fuck, het is gewoon een glas melk. Ja. Goed, toen dachten we lopen richting die Eiffeltoren en toen zagen we dit tentje zitten en we dachten we need some alcohol. Let's go. Nee, laten we even voor de duidelijkheid zeggen. Wij dachten, wij pakken een tentje. Ja. Koker uitzicht op die fucking Eiffeltoren. 3 graden, kijk even naar. Waar is de Eiffeltoren? Die zit zeg maar hier achter. Maar hebben jullie de maat? Die was volgens Ruud was die heel mooi. Die stond te bloeien. Echt te broeien. Te broeien. Het ding in de laartje verwoord. Saartje verwoord. Saartje, Saartje, Saartje verwoord. Hey! Saartje verwoord. Hey Saartje. Nou, we liggen eigenlijk in ons nest. Ik ben zo blij. Ik ben zo gelukkig. Oh. Oh wacht, dit is een close-up. Oh. Mijn leven. Dit is mijn leven. Dit is mijn leven. Zoals ik dat wil. Ik mijn leven! Mijn leven! Hey! Wat zit je nou met je ogen naar boven te rollen? Met de kop in het zand. Mijn leven. Hé, hey, Saartje verwoord. Saartje verwoord. Ik ga slapen, adios. Oh, wacht, ik wil even die filmpjes terugkijken. Nee. Goedemorgen, Sofietje. Wat gaan we vandaag aan doen? Nou, niet dit broekje, want. Nee. Ik voel me echt zo moeder. Goedemorgen, Saartje. Oh ja, goedemorgen. Hoe is het vandaag? Goed, ik heb Starbucks. Kijk, op. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Onze emoties wegkopen. Ja. Bij Lafayette en de Champs-Élysées. Vooral bij Sephora. De outfits zijn nog onbepaald. Ik heb geen good night voor de hele lijn. Oh. Te laat zo. Ja, doei, ik ga slapen. Ja. Mokerbike. Sophie, vind je dat ook niet leuk? Sophie? Ik vind het ook. Nou, we hebben lekker klaargemaakt. Ik ben echt die wenkbrauwen helemaal zat. Maar goed. Ik heb een lekker city trip outfitje aan. Broekrokkie, topje van Bo, Nuno back. Nieuwe sneakers, helemaal top. Zijn we ready? Ja, we zijn helemaal ready to rock this setting. Oh, Boosje! Mokervlog! En we gaan lekker shoppen! Waar is de winkel zijn? Ja.
zijn helemaal in hun element. Ja, ik weet alleen niet waar ik moet nemen, want het is te veel keus. Oh, het is te veel keus. Ze zijn overprikkeld. Nee, ik heb helemaal weg van deze dewy, brewy glitterspray. Kijk ze helemaal in hun natuurlijke habitat. Oké, showtje wordt gegeven. Jawel hoor. Nou, we hebben allemaal goodies gekocht bij de Sephora. En we gaan nu even een macaron halen bij Pierre Herm. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Oh. Nou, hier moet je in de rij. Oh, je ziet hier wat ze hebben. Wat goed. Signature. Wat een signature. Dit is toch helemaal cute. I freaking love it. We got our macaroons. Woo! Bonjour. We hebben de. Ja, ik heb zeep gekocht. Macaroon. Welkom bij de unboxing video van. Nee, dat weet ik ook niet meer. Dat maakt niet uit. Het zal allemaal wel lekker zijn. Goed ingepakt. Oké, welke wil jij? De gewoon eentje pakken en dan het andere. Ja. Neem jij er ook in, Bo? Ja. Oh. Dit is met rood. Zo lekker. Oh. Oh. Die vind ik lekker. Ja. Oh, je batterij is bijna op. Oh, ik heb een nieuwe mee. Oh, lol. Pistars. Hier, wil je nog even van deze? Oh, deze is ook lekker. Nou, koekjes en cream. Deze doorgeefpraktijken. Pistars is zo lekker. Oh, oh, lekker. Dat is mandarijn. Ik weet dat we heel vies is. Mango. Maar je bier al gehad? Ja. Oh ja. Ja. Lekker. Ja. Mijn hulp staat open. Nee. Kom hier. Zo, dit is lekker hoor. Nee? Nee. Weet je hoe moeilijk dit is om te maken? Ja, heel moeilijk. Ik heb het een keer geprobeerd niet te doen. Niet lekker? Oh, sorry. Mokers, ik vind tot nu toe brownie. Ja. Zo. Geef een brownie en zo goed. Ja, echt hè? Ja, deze. Mmm. Zo. Kom maar hier. Echt met een brownie. Zo lekker. Ja. Maar ook gewoon zeg maar, de textuur is gewoon zo lekker. Ja. Nee, dit vind ik niks. Nee? Hou je mee. Ik hou altijd van fruitig smaakjes. Top. Oké, we zijn nu aan het wachten op een Ubertje. Die brengt ons naar Galerie de Lafayette. Dan gaan we naar de rooftop. De rooftop terrace. Want wij hebben honger. Zin in de, eten. De macarons hebben niet onze honger gestild. Nee. Nee. Ze hebben me juist misselijk gemaakt. En voor onze shoppingtrip hebben we even wat energie nodig. Ja. Zeker is. Ja. Mensen worden boos. Ja, fuck off. Zo. Nou, de meiden zitten heerlijk op het terras. Hebben het eerste diner gerecht al. Wachten op de rest. Hoe heet het ook weer? Shashuka. Maar meestal is het toch ook iets van rijst. Maar niet rijst, nee, beter maar dan die anders. Gewoon een dikke view op de Eiffel Tower. Heel chill. Nee, dat rijst. Dit is even voor jullie een behind the scenes. We hebben net heerlijk geluncht. Zo, hou op. Wacht.
klik. Heerlijk. Sophie is helemaal ontwikkeld als cameravrouw. Bo, die gaat er ook steeds beter in worden. Ja, ik vlog me helemaal dood. Wacht, hoe draai je dit camera? En jij bent ontwikkeld als influencer. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin. Alleen gaan we zo nog wel wat te snaaien bestellen. Ja. Want ja, al deze vegetarische vegan shit, ja. Nee. Daar gaan mijn suikergehalte gewoon hier van in de lucht schieten. Dit en dat heb ik wel gewoon nodig om de dag door te komen. De zonnebril is zit hier echt heerlijk hoor. Mensen denken echt dat ik hem ook influencer ben. Ja. Drie keer raden, het is ook zo. Drie keer raden. Oh. Oké, wie is Shine? Wil je nog wat leuks stellen? Dat ik het mogen heet en dat ik nu 5 guys wil. En die parasol tot de straal er bijna op. Dus wij zeggen moesje. Je eigen water aan het drinken, terwijl we af Jan hier bestaan. We gaan zo meteen wel even een, we hebben alles wat we bij ze voor hebben gekocht, gaan we even een laten unboxing. Zien. Ja. Video unboxing. Ja. Ja, laten we even het influencer zelf er wel even opzetten. Ja. Nou, helemaal best. Recht voor mij. Was gezellig, auf Wiedersehen. We zijn terug in het appartemento en we gaan even een unboxing geven van ons Sephora. Zou ik wel eens weer daar zitten dat we daar zitten? Ja, ja, top. Sephora shoplog. Een palet van NARS. Zo'n spiegel. Heel leuk. Niet normaal. Ja, dit is niet normaal. Maar kon je hem dan eigenlijk zien? Ja. Hij stond open in het ding. Kwamen bij de afdeling Tarte. En wat een paletten hebben die? Tarte is geweldig. Maar ik dacht dus, wat de fuck is dit? Moet ik gaan halen? Ja. Dus weet je, ik heb gewoon alles gehaald. Alles. In één. Ja, ze hadden een pakket en dan krijg je minis. En dan heb je gewoon alles. Ja, dit is echt. Kijk. Dit zijn die blush, highlighter en bronzer. Ziek mooi. Het ruikt zelfs lekker. Kijk dan. Ja, hè? Oh, en een fucking goede spiegel. Gas. Niet dat ik narcistisch ben. Kijk dan. Zo, de tering. En dan het Tartlet palet zit er gewoon in. Ja. Daarom heb ik hem ook echt. Bizar. Dus je hebt gewoon alles. Ja. En als laatst heb ik een mini setje van Charlotte Tilbury Pillow Talk Kit. Want die wilde ik even proberen. En ze hebben hem nu ook opgevraagd. Ja, die is heel opgevraagd. Maar hij is echt fucking heel mooi. Top. Ja. Het is daar zo groot bij Halla. Je weet gewoon ook niet wat je moet. Nee, in het begin ben je even gedesoriënteerd. Ik heb als eerst van die hair gummies gekocht. Puur omdat ik dat gisteren zei en Bo zei, hey, hair gummies. Ik dan, hij probeert wel. Dan heb ik, had ik TikTok gezien, zo'n scalp massage ding voor je hoofd. En het schijnt dus goed te zijn voor je haargroei. Moet je zo lekker gaan. Ik denk ook echt dat het werkt. Ik denk het ook. Heerlijk. Dan heb ik van Mario Badescu een travel kit gekocht. Want ik ga aardig veel prijzen in de zomer. Ik dacht, het is super handig. Want dit is gewoon alles in één. Het is een body butter, een scrub, een cleanser en een spraytje. Nou, dit is helemaal top. Voor daarbij ook een travel size make-up remover. Nou, dan heb ik gewoon heel mijn kit. Ben ik helemaal ready to go. Dan had ik deze dus. En deze had Sophie aangeraden. En dit is dus een soort tanning water. Ja, het is een mist en die kan je gewoon over je gezicht. Het is voornamelijk makkelijk voor je gezicht en voor je hier. Nou, als ik zo kijk, dan denk ik dat ik hem eerder kan gebruiken dan jij. Maar nee, hij ruikt wel echt fucking lekker. Heerlijk, even verfrissend. Nou, we kregen ook een gratis maskertje erbij allebei. Helemaal leuk. Dan komen we nu, oh ja, en dan heb ik hier nog een spray wat goed is voor je kwast of zo om het schoon te maken. Dan komen we nu bij de leuke dingen. Bij Tarte kwam ik ook. Nou, de welbekende concealer gekocht. Die ga ik vanavond meteen uittesten. Ik ben er zo benieuwd naar. Ja. Echt niet normaal. En een ziek mooie highlighter. Ja, die is echt niet normaal. Die was echt zo ziek. Ik hoop ook echt dat die in die paletje zit eigenlijk. Ja. Oh. Ja. Amazing. En ik heb een nieuwe highlighter pas gekocht. Dat gaan we ook lekker uittesten. En nu gaan we lekker burgers bestellen bij Five Guys. En we gaan nog steeds op zoek naar de Charlotte Tilbury. Ja, flawless filter. Overal weer uitverkocht. Ja. Je komt met één doel en je gaat met een zak andere shit weg. Ja, dat is echt zo. Dat is ook heerlijk. Ja. Nu gaan we vreten, dames. Yes. Want we hadden net alleen maar sla en aardbeien op. Nou, wat heb ik niet gezet. Nou. Oh, je hebt echt weer tegenlicht, jongen. Jongens. Ga lekker champagne poppen. Five Guys is on its way. Five Guys
komt eraan. We gaan naar buiten poppen. Ja, duh. Wow. Op een auto. Niet. Hey, YOLO. Let's grab the glasses. We hebben ook echt champagne glazen, hè? Ja, goed man. In onze fucking goede keuken. Jammer van de rommel. Ja, dit wil je het even zien? Ja, laat het even zien. Ja, dit is de situatie. Bonjour. Oh, kijk wat daar aankomt lopen. Kijk wat daar aankomt lopen. De champagne gekopt. De champagne is... Oh, heerlijk. Ik dacht dat we chiquere glazen hadden, of niet? Nee, dit was de champagne. Oh. Nou. Ik ga dit ding nu uitzetten, want wij gaan echt even... Mogen. Uit bed. Oh, gaan we uit bed? Joe! Doei! Nou, de meiden gaan op bed eten. Ja. En het gaat weer. Halve milkshake weg. Bonnap! Oh. Oh, alles pakt ook gelijk. Alright, we hebben even heel lang lekker gechilled. Dat hadden we echt nodig. Toen zijn we lekker gaan opmaken. We hebben even alle nieuwe make-up productjes geprobeerd. Die we vandaag bij de Sephora hebben gekocht. Ik heb nu een heel leuk schattig jurkje aan van Bo. En mijn hakjes, en ook oorbellen. De meiden zien er ook weer helemaal fliekie uit. En we gaan vanavond sushi eten! Woe! Nou, we zitten echt weer op het meest geweldige, ik ben niet scherp, geweldige restaurant dat er bestaat. Ja, niet normaal. Echt? Ik kan wel janje. Het heet Moon. Moon. En oké, check the view in 3, 2, 1. Ah! Nou, jongens. Oh. Het laatste gedeelte. Kijk, nou, ik weet niet, ik filmde net, maar het stond dus niet aan. Nu lopen er natuurlijk allemaal mensen langs. Maar ja, we zitten echt op een mokerterras. En ja, rooftop, viewtje op de Eiffeltoren. We kunnen heel de show hier bekijken. En het is sushi. Nou, daar word je toch helemaal wild van. Dit moet en zeg maar wel laat. Ja, wel laat. Dan zit hier gezellig met DJ Donker. Die ja, het is nu 10:30 of zo. Ja, 10:45 alweer. Nee, ja, maar ik kan gewoon huilen. Ja. Dit is zo'n laatste avond. Ja, het is geweldig. Nee. En nu dat eet, ik weet al, dit wordt verteld. Ja. We hebben een wijnfles van, weet ik veel, 100 euro. Ja. Het is geweldig. Vakantie gaat zo. Ja, maakt niet uit. Oh, dat is eten alweer. Oh ja, we hebben nog die zalm. Nou, ik vind het geweldig. En we hebben mijn fries. Yes. Oh my god! Dat is tonijn. Ja. Nee, ik dacht dat dit toch tot zo'n tonijn kreeg. Nee, dit is de... Ja hoor, daar is de lichtshow. Niet normaal. Ja. What a view with my dinner. Oh my god. En oh my het eten, mensen. Het is ongelooflijk. Als je naar Parijs. Oh jongens, we hebben nu gewoon sushi. Wat goed. Zo lekker. Oh echt bizar. Zo, wat vind je ervan? Ja, niet normaal. Ik ben aan het veilen. Ja, echt. Ik ben aan het uitzicht. Alleen. Ja, en dat uitzicht is ook gewoon echt. Ik denk dat we zo weer een showtje krijgen hoor. Ja, ja over. Ja. We krijgen gewoon weer een showtje. Oh, oh, oh. Even sojasausje gaan. Ja. We'll be right back.
Oké, jongens. Wat een fucking drama. Wij moesten om 11 uur uitchecken. Nou, dat wisten we niet. Nee. Dat wisten we gewoon niet. We zijn gewoon... We lagen gewoon in bed te chillen. Opeens werd er aangebeld om 11:30 al. Van, ja... Wat pak zijn we doen, zeg maar. Je moest een half uur geleden eruit. Heel die kamer, één zwijnenstal nog. Ja, dat was gewoon ontploft. Echt een bom ontploft. Toen hebben we binnen 20 minuten, ons dus niet klaargemaakt, want dat is duidelijk te zien. Een outfit aangetrokken. Ik lijk wel. Oh nee. En die kamer opgeruimd en we zijn nu eruit. Maar oh, wat erg. Het was echt gewoon... Het leek wel een film. We hebben echt hoe wij in paniek... Alles in die koffer. Ik heb niks gevouwen, hè. Ik heb alles ik ook niet. In zitten staan. Ik heb gewoon gepropt. Gewoon puur alleen maar gepropt, gepropt. En dan hebben we hebben wel een tip achtergelaten. Ja. En dat is een tip voor life. Voor de schoonmaakster. Al de beddengoed er al afgehaald. Ja. Het scheelt zoveel werk voor hun. Dus we hebben wel lief gedaan. Ja, we hebben het er wel lief gedaan. Maar goed. We gaan nu lekker lunchen. Brunchen. Fucking Uber, let's go. Ja, Uber geboekt. En adios. Nee joh, wat is dit nou weer? Dat is toch tering mooi. Dit is onze special surprise voor jou. Als thank you for bringing us. Ja. Oh, in dat hete kutpak. Is vreselijk. Ja. Geniaal. Oh my god. Ja, 15 euro voor zo'n ding. Dit is niet normaal. We hebben geen race. Oh, we gaan eten. Oké, we zitten nu even op een terrasje. We gaan zo naar het appartement voor omkleden. Nou, omkleden jongens, ik trek het niet. Nee, ik trek het niet. Ah, misschien dat ik die koffer wel open is en gewoon even dat zwarte broekje aan. Nou, ik denk dat ik dit misschien gewoon aanhoud. En dan als ik het echt koud heb, ja, dan kleed ik me in die kuttrein wel om. Ja, ik ga denk ik even op zoek naar dat zwarte broekje, maar ik heb alles er zo ingeklikt. Ja. Dus ik weet niet eens waar dat ding is. Want die is wel wat langer, dus dan kan ik wel normaal zitten. Hier. Bloed. Hey. Echt. En Sophie heeft heel de Sephora leeggekocht. Ja, oh en je is, ja, ik zie niet. Ik ga dit wijf aanhouden. Ja. Want I love her, maar ik moet... Nu de Coca-Cola. Ik ook. Ze hebben ook een rosé hier. Dat wil ik. Ik ook. Nou, we zijn nu weer in de Five Guys. We gaan lekker eten voordat we de trein in gaan. Dat is super chill, want de trein is echt hier. We hebben nog een uur, dus we kunnen even lekker rustig wat eten en dan gaan we de trein in. Half acht. Als we 2 uur hadden, dan had ik het kut gevonden. Nee, zo top. Oh yes, we hebben het eten. En het is niet over een beetje eten, hè? Nee. Het is echt ongelooflijk veel. Maar we kregen er 3. De friet komt uit Nederland. De formaat is vanaf heel veel. Het is een mokerbeest. Elke dag eten hoor. Ja. Sophie, probeer deze dagen te omschrijven in 1 woord. Alright. Het is alweer de volgende dag. Gisteren was ik echt helemaal gesloopt. Echt, ik was kapot gewoon. Het doet zoveel met je. Maar ik ben weer helemaal opgeladen. En het is nog steeds super mooi weer, dus ik ga vandaag lekker varen. En het is de verjaardag van Daan vanavond, dus het is ook helemaal gezellig. Dus ja, ik ben nu onderweg naar Anne. Ga ik Anne weer zien, weer ophalen. En dan gaan we lekker varen met Bo en Sofie ook. Dus helemaal gezellig de pijl. En lekker aan het varen en de meiden hadden even een top idee om met de boeien achter de poten. Hij moet zachter. Ik ga helemaal stuk. Ik ga helemaal niet doen. Wat goed dit. Heerlijk. Lekker meiden. Oké, het is inmiddels alweer maandag. Het weekend is voorbij gevlogen. Ik moest echt even weer tot rust komen. En ik had zo'n drukke planning in het weekend dat ik gewoon niet meer vlog ben toegekomen. Ik heb nog niet eens mijn koffer kunnen uitpakken. Zo weinig ben ik thuis geweest. Zaterdag had ik dus verjaardag van Daan, was super gezellig. En de volgende dag moest ik snel weer
snel naar een verjaardag van mijn neefje. En daar zijn we heel gebleven. En op de vlogcamera niet meegenomen. Toen kwam ik pas laat thuis. En toen was dat het. Dus ja. Ik wil bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Dit was echt een van de meest leuke weken uit mijn leven. Echt, ik heb nog nooit... Ik krijg een traan omhoog als ik eraan terugdenk. Het was zo magisch. Het was zo leuk. Echt. Ah, ik kan je echt aanraden om lekker het voorjaar in de zomer erheen te gaan. En lekker met de Thalys te gaan. Het was zo top allemaal. Het was zo chill. Oh my god. Maar goed. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei doei.